Dirk Wouters, ja, we krijgen een nieuwe zender in plaats van Donna. Wat gaan we krijgen? We hebben gezegd dat we een Donna grondig gaan vernieuwen onder een nieuwe naam. Het is voor ons belangrijk geweest vandaag in de bespreking van de Raad aan te tonen dat de vernieuwing die we willen doen conform is aan de beheersovereenkomst. Dus het blijft een hitzender? Het blijft conform de beheersovereenkomst. Alleen nu rond Peter van de Veire, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Wel, wat we ook gezegd hebben vanavond, en we hebben het eerste plaats, en daar ben ik zeer tevreden, aan de Donna-medewerkers zelf kunnen zeggen, dat het een nieuwe versterkt team is waar Peter één van de figuren zal zijn. Maar Peter van de Veire, daar stel ik mij Studio Brussel bij voor. Een jongetje, iemand die van alles uitspookt. Wordt het een jongetjeszender? Wel, daar kan ik nu niet meer over zeggen, want één, we gaan meer uitleg geven aan de Donna-ploeg morgen op de middag. En dat heeft voor ons de eerste prioriteit. En ten tweede, alle plannen gaan we nu ook er niet weggeven. Maar u hebt nu toch al een plan, hoop ik? Er zijn duidelijke lijnen. Er is ook een zeer concreet dossier voorgelegd aan de Raad en dat goedgekeurd is. Natuurlijk, iedereen vraagt zich ook af, waarom moet Donna per se vernietigd worden? Want het deed het eindelijk weer wat beter. En dat is net de reden waarom we nu de vernieuwing doen. Dat is raar. En dat is niet raar. Ik heb ook bij de voorstelling van de jaarresultaten 2007 gezegd dat een van onze belangrijke objectieven is 80% bereikt te halen voor de radiozenders. En we waren met de voorlaatste simmeting tot 81,7% gedaald. Nu, dankzij Donna en de andere zenders, terug naar 83%. Dit laat ons toe om een vernieuwingsoperatie door te doen en toch tegelijkertijd deze belangrijke parameter van de beheersovereenkomst te halen. Is de reden van de vernieuwing ook niet dat er, werd ook gezegd, een beetje een negatief aura rond Donna hing, dat het misschien ook minder begon op te brengen wat reclameinkomsten betreft, toch een belangrijke bestaansreden van Donna? Wel, Donna is inderdaad belangrijk omdat reclamebrengst opbrengt, omdat VRT in zijn opdracht een gemengde financiering heeft. Dus we zijn ook ten dele afhankelijk van reclameinkomsten. En dat moet beter worden. Maar in de eerste plaats is dit een inhoudelijk dossier. Dat weet ik niet zo zeker. Als je dan kijkt naar wie u aan het hoofd zet van die nieuwe zender, dat wordt dan Greet Santi, iemand, een marketeer, bezig met merchandising op dit moment, dan denk ik, ja, het is vooral bedoeld om meer op te brengen. Wel, dan denk ik dat u daar de verkeerde conclusie uit trekt. Want het zijn niet voor die redenen dat mevrouw Santi netmanager geworden is. Ja, maar dat blijft toch dat negatieve aura rond die zender hangen. Ook natuurlijk door de manier waarop dit nu allemaal is gelekt in de kranten. Dat is een ander verhaal, maar ik heb ook al vroeger gezegd, de beste projecten ontstaan in stilte. Ik hoop dat nu dat een aantal vragen die gesteld waren opgeklaard zijn, de ganse ploeg de tijd krijgt om in stilte of de relatieve sereniteit het project voor te bereiden. Wat gebeurt er trouwens met de mensen die nu bij Donna werken? We hebben duidelijk gesteld dat er geen geplande ontslagen zijn, dus dat iedereen een fijne kans krijgt om naar een nieuwe ploeg te gaan. En voor diegenen die ofwel om eigen reden of zelf verklaren een andere kans te willen hebben binnen VRT, dat we er alles voor gaan doen om te zorgen dat ze die kans krijgen. Dus u zegt duidelijk, niemand wordt ontslagen? Er zijn geen enkel, er is geen gepland ontslag. Ja, natuurlijk, u zegt het zelf al, u wou dit plan stilhouden, dat is dan toch gelekt, dat viel heel slecht bij de Raad van Bestuur. Absoluut. Is dat intussen opgeklaard? Wel, ik hoop dat het opgeklaard is. Maar mijn Nederlandse collega zei toen ik begon, nou, Dirk onthoudt zeer goed, het vertrouwen komt te voet, maar gaat weg te paard. En terwijl we vertrouwensrelatie aan het opbouwen waren en ook een duidelijk communicatieplan bestond, onder meer om het plan op de Raad van 22 september te brengen, ontstaat er een lek. Maar u weet natuurlijk dat als er een plan bestaat begin juli, dat u dat nooit kan stilhouden tot eind september. Het is geen plan begin juli, we hebben een aanzet gegeven om een plan te maken. Ja. Is er intussen een groot concreet plan? Is het waar dat u daar veel geld aan consultants voor betaald hebt om een nieuwe zender te bedenken? Dat is fout. U hebt dat zelf bedacht. Mensen intern hebben dat zelf bedacht. Het plan komt van interne mensen. Ja. En nu, is dat voor de Raad van Bestuur voorgekomen? Ja. Was dat daar dan om meteen eens dat er inderdaad iets moest veranderen? Wel, het is in twee rondes geweest. Hè. U weet, toen het lekker was, is er een bijzondere raad van bestuur bijgeroepen voor 1 september. Ja, they were vorige not maandag. Amused. Hè? En they were not amused. En ik kan volledig begrijpen waarom. Het is natuurlijk nooit grappig om in snelheid genomen te worden. Een van de lessen is dan natuurlijk dat je dan nog sneller moet zijn om niet in snelheid genomen te worden. Maar dus vorige maandag hebben ze het principieel goedgekeurd. Ze hebben een aantal terechte vragen gesteld, zeer concrete vragen. En die hebben vandaag in alle sereniteit en in een constructieve dialoog kunnen oplossen. Dus uw positie is niet aan het wankelen zoals ik in de kranten lees? Ik weet niet wat u in de kranten leest. Ik kan enkel zeggen dat als het aan mij ligt, als men op de pianist schiet, is het omdat hij mooie muziek speelt die men niet graag hoort? Of is misschien omdat hij niet goed gecommuniceerd heeft natuurlijk, hè, meneer Wouters? Dat is absoluut correct, maar
om te kunnen communiceren, en zeker in dit geval, wou ik een volledig en een compleet dossier hebben. En er waren een aantal punten die nog niet afgerond waren, onder meer de consequenties voor het personeel. En die wouden we zeer goed wikken en wegen, vooraleer we één naar de voorzitter en twee naar de raad gingen. Ik wil nog één ding van u weten, wanneer mag ik die nieuwe zender verwachten? Dat zullen we bij tijd en stond communiceren. Maar nog dit jaar? We zullen zien wat we kunnen doen. Oké, dankjewel, Dick Waters. Hartelijk dank.